Remkes heb ik bekeken bij hoe heet het? Buitenhof. Nou ja, het was gewoonlijk de verstandigheid zelf. En als je goed hebt geluisterd naar Johan Remkes, komt er in ieder geval geen parlementair kabinet. Je moet als informateur, maar dat geldt in feite ook voor de andere gespreksdeelnemers, wil je er tenminste uitkomen, moet je op een gegeven ogenblik ook elkaar comfort bieden. Okay. En wat ik signaleer, want ik heb het verslag van december van de verkenner er nog eens op nagelezen. En daarin wordt door de heer Omtzigt toch al heel duidelijk aangegeven dat hij zich op een speciale manier tot het te vormen kabinet wil verhouden. En dat hij niet in een normaal parlementair meerderheidskabinet wil. En ik kan mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hij het gevoel heeft gekregen dat naarmate ik meer in de inhoud duik, word ik in het proces gezogen, getrechterd als het ware, waar ik later niet meer uit kan. Nee. En ik weet niet hoe daarmee omgesprongen is aan die formatietafel, maar als ik het heb over inlevingsvermogen, dan had dat volgens mij wel onderkend moeten worden. En wees ook nog eens hoe groot die politieke verschillen eigenlijk zijn tussen die vier partijen. Ja. Die Plasterk allemaal binnen 2 weken in een kabinet bij elkaar zou gaan timmeren. Hij wees op het Deense model ook weer, hè? Ja. Dus laten we eens kijken hoe dit uitpakt. Nogmaals, als de ministersposten al verdeeld zijn, kom op. Nou, dat is wel, eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk vrij pijnlijk als dat zo zou zijn. Nou ja, en minister-president zou Plasterk worden. Nou ja, dat lijkt mij het allerstomste wat je kunt doen, is Plasterk minister-president maken. Als we nou iets hebben begrepen van deze gesprekken van de afgelopen weken, is dat Plasterk dat bepaald de regie niet erg straf in handen heeft gehouden. Want het was volledig verzand en het duurde maar eindeloos en eindeloos. Er kwam niks uit. En als je naar Remkes hebt geluisterd, die had kritiek op Omtzigt, maar minstens evenveel kritiek op Plasterk. Die natuurlijk had moeten zeggen, wat zei hij ook weer, klep dicht. Ja, dat ging over Twitter gedrag. Als maar ben je aan het beledigen waren via de social media. Dat de doodsteek is natuurlijk voor het... Hij heeft het allemaal haarfijn uitgelegd, Remkes. Gedrag was zo af en toe gewoon respectloos. Ja. Over en weer. De kern is inleving. Gewoon voortdurend je de vraag stellen, wat is zijn positie en hoe hou ik daar zoveel mogelijk procesmatig rekening mee? En mijn advies zou zijn dat de informateur aangeeft en dat dat ook in het Kamerdebat op die manier tevoorschijn komt, dat er nu eerst eens gekeken wordt naar hoe de verschillende fracties zich tot een nieuw kabinet moeten verhouden. Met andere woorden, welk soort kabinet moet er worden gevormd? Want daar zit het in mijn beleving in belangrijke mate op vast. Altijd bij Remkes denk je, waarom is Remkes niet de leider van de VVD? Hè? Ja, de onderkoning van Den Haag wordt hij al genoemd. Ja, nou, en terecht. Ja, je hoeft maar een kwartier naar die man te luisteren en het is niets dan verstandigheid die hij uitstraalt. Ja, misschien dat hij nog een rol gaat spelen. Nogmaals, hij heeft haar fijn uitgelegd waarom dit mislukt is. Ja, want er wordt dus nu wel gedacht aan het Plasterk is nu wel klaar. De kans dat hij doorgaat nu... die lijkt me niet groot. Of Wilders moet uitgesproken vasthouden aan Plasterk. Maar dan krijgt Plasterk iemand naast zich. Nou, maar dat, die, laten we zeggen, want dat was toch de crux van het hele verhaal van Remkes was. Je moet Omtzigt pappen en nat houden. Ja, je moet hem niet boos maken. Je moet hem niet isoleren. Daardoor is de zaak nu dus in ieder geval voorlopig spaak gelopen. Ja, maar misschien bellen ze Plasterk wel op. Want er wordt gefluisterd dat de VVD er nu een rol gaat krijgen. Liefde. Ja, Remkes bedoel je. Ja, dat hij nu in de volgende fase... Ja, maar nee, wie zei Plasterk? Oh, sorry, nee, inderdaad. Dat Remkes, dat ze die gaan bellen, dat Plasterk klaar is. Ja, ik had niet in dat Remkes zat te popelen om dit kwijt te gaan klaren, eerlijk gezegd. Maar als er nou iemand is waarvan je denkt, die zou het eventueel kunnen,
dan zou ik zeggen, dan is het wel Remkes. Heeft je de vorige keer ook moeten doen, hè? Ja. D66. Ja, de toen het helemaal uit de hand was gelopen natuurlijk. Ja. Maar toen hij zei nog dat zijn tijdsinvestering in geen enkele relatie stond tot de lengte van de zittingsduur van het kabinet. En daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Wat wel bewust door de VVD om zeep geholpen is, zoals we weten. De PVV wel op 52 zetels in de peilingen nu. Ja, daar geef ik niet zoveel voor. En zij in feite ook niet, want dat betekent alleen maar dat er in ieder geval geen verkiezingen komen. Trouwens, op 52, ja, dus dan hebben ze 15 zetels winst er nog bij. Het geeft overigens wel aan, als ik zo vrij mag zijn, dat kennelijk toch een vrij substantieel van de Nederlandse deel van de Nederlandse kiezers, laten we maar even afronden, 30% van de Nederlandse kiezers, geen flauw benul heeft wat voor bezwaren je zou kunnen hebben tegen welke deelname van de PVV dan ook. Namelijk dat het een antiparlementaire partij is. Dat het een partij is die niets heeft met de grondwet en met de rechtsstaat. Dat het een partij is die niets anders gedaan heeft in de afgelopen bijna 20 jaar nu. Want de PVV dateert van najaar 2004. Die niets anders heeft gedaan dan wantrouwen wekken in het parlementaire systeem. Steeds verklaren dat het een nep-parlement was. Met neprechters. Die allemaal vrouwen waren die D66 stemden en zo. Kunnen we nog wel even doorgaan. Nee, waarom dacht je dat dit allemaal zo problematisch was? Ja, dat heb ik eigenlijk ten eind uitgelegd. Omdat zowel de politieke elite als de deep state, dat moet ik dan maar weer steeds gebruiken, dat natuurlijk probeert alles te vermijden om die partij een wezenlijke invloed te geven op het beleid. Wel begrijpend dat dat beleid rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor zowel onze economische als onze strategische veiligheid. Ik weet niet, in de Kamer waren ze nog falikant tegen hulp aan de Oekraïne. We hadden een partij, de PVV, de vlag uit. Maar zo... Nee. De ramp van deze verkiezing is dat een partij die in feite antiparlementair is, dat die gewonnen heeft. Mm. En dat klaarblijkelijk de Nederlandse kiezers, er niet veel van begrijpen, laat ik het zo zeggen. Dat is ook een van de meest wonderlijke punten van die populisten is dat ze geen enkel economisch bedoel hebben. Echt nul. Laten we zeggen, een ingrijpende beperking van de immigratie zou enorme economische schade toebrengen. Heb je dat gezien van al die Brabantse ondernemers? Die slapen niet meer. Die zijn doodsbenauwd dat we die lui gaan afknijpen. En dan kun je wel zeggen, zoals in dat rapport, op zichzelf een heel realistisch rapport, van dat we die arbeidsmigratie, dat we dat kunnen beperken door die niet productieve sectoren af te stoten. Maar hoezo? Gaan we dan die distributiecentra, gaan we die naar Bulgarije exporteren of zo? Of Roemenië? Of wat is nou voor onzin? Ja, we hebben de economie zo ingericht dat die dingen een belangrijke rol spelen in onze economie. Dus kom er maar weer eens vanaf. Dat hebben we, ja, min of meer ongezien laten ontstaan in de afgelopen 20 jaar.